Ik ben Seppe Bates, ik speel bij Top Volley Antwerpen en ik gebruik Ethics. Mijn meest spectaculaire moment was vorig seizoen, thuis hier tegen de Grieken van Thessaloniki. We hadden daar 3-0 gewonnen, we moesten hier winnen en we hebben dat gedaan met de golden set. En de wedstrijd duurde 3 uur, dus dat is echt wel een wedstrijd dat je het meeste bijblijft. Ik denk als topsporter zijn alle elementen van de ethics-cirkel zeker belangrijk. Er zijn er een paar die bij volleybal eruit springen. Dan, als ik toch naar mezelf kijk, dan is het uithouding, endurance dat vooral belangrijk is, omdat we kunnen nogal lang moeten op het veld staan. Kracht is ook belangrijk, power. En dan denk ik vooral ook aan de recuperatie, omdat het kan wel een intensieve sport zijn en dan moeten we maken dat we op hele korte tijd recupereren. Dus dat is ook belangrijk en daar hamert bij ons Koen ook, onze fysio ook wel hard op. Na elke inspanning, zelf een training, nemen we de recuperatiedrank. Ethics gebruik ik tijdens het eten. Vooral voor te recupereren, te maken dat ik ook genoeg energie heb voor de training aan te vatten. Zoals deze morgen heb ik bijvoorbeeld de beta-alanine genomen. Dat is voor het melkzuur tegen te gaan. Ik probeer ook regelmatig magnesium te nemen voor de spieren. En dan is het ook te zien als we wedstrijd hebben, dan kan ik wel eens een carbo-G gebruiken om mijn energiehalte op peil te houden. Maar het is eigenlijk te zien van moment tot moment wat het beste uitkomt.